We zaten op de bank, ik en mijn zoon, even naar televisie te kijken. En een keer een beeld lawaai en een beeld gedonder tegen de ruiten aan. En ja, het leek, was net of vuurwerk was, of weet ik. Ja. Dus je vliegt naar buiten. En de buurman die liep de hond uit, die werd net niet gevat. Dus die wist al wat er aan de hand was, zeg maar. En die zegt, er staat een auto in je tuin. En we hadden denk ik nog geluk. Want er ligt daar nog een bult zand wat over was. En daar is hij tot stilstand gekomen. Want ik denk dat hij anders ook de volgende schutting nog had geraakt. En dat hij tegen de andere stenen schuur tot stilstand was gekomen bij de buren. Degene die in de auto zat, die is meegenomen naar het bureau. Dat is het enige wat ik weet. En hij had geen alcohol of drugs gebruikt. Ja, hij zal het niet expres gedaan hebben. Dus ja, ik heb wel een vermoeden, maar mijn vermoeden maakt niet uit, want ik kan het toch niet hard maken.